Dat is goed. Ja, buitengewoon. Beste scouts, goedemorgen allemaal op deze zonnige zaterdag, waarin we een beetje een bijzondere scoutingdag hebben staan. Zoals jullie zien, en die mensen die heet ik allemaal welkom, dat is de burgemeester. Die hebben jullie al gezien aan die mooie ketting. We hebben hier een meneer staan van Scouting Leusden. En dat is Niek Holstein. Marcel de Rauw, de politieman, die staat daar. De ouders zijn hier ook van een aantal kinderen. En ik zou het bijzonder prettig vinden. De pers uiteraard ook welkom. Ik zou het bijzonder prettig vinden als ik vandaag Myrthe, Damiaan, Michelle, Stef, Lotte en Giel naar voren mag hebben. Jullie mogen niet praten. Jongens, en nou draai ik me echt naar jullie. Want wat er nu gaat gebeuren, dat is speciaal voor jullie georganiseerd. En nou gaan er wat belletjes rinkelen, denk ik, hè? Want jullie waren met de smoes hier naartoe gelokt. En ik ga nu het woord geven aan de burgemeester van Bokstel, Mark Buijs. Dankjewel. Ja, ik ben zeer verrast door de scouts in Bokstel. Ik zeg, 2 weken geleden, geloof ik, ongeveer zo'n beetje, of een week geleden, las ik in de krant over een heldendaad. En die heldendaad, die is verricht door 6 scouts in Bokstel. En ik las dat jullie op 22 februari, op een zaterdag, en dat doen jullie wel vaker hier in het weekend, in jullie prachtige gebouw bij de Wikihub, zijn jullie aan het rondlopen, aan het rondscharrelen door Bokstel, en alle plekken bezoeken, vaak in een groepje zoals jullie nu zijn. En op een van die tochtjes van jullie kwamen jullie bij de Dommel bij de Achterbergstraat. En daar hoorden jullie iemand die in nood was. En zonder daarbij na te denken, gingen jullie direct aan de slag om iemand te helpen. En dat vind ik heel, heel, heel erg knap. En vooral op de leeftijd als jullie zijn, denk ik dat heel veel mensen ook niet zouden weten wat ze met zo'n situatie aan zouden moeten. En dat wisten jullie wel. Jullie reageerden direct, jullie gingen direct aan de slag en jullie gingen direct hulp inroepen en degene waar het om ging, helpen. Een van jullie, Myrthe, en ik weet niet wie Myrthe is, dat ben jij. Jij woonde vlak in de buurt en jij bent direct naar huis gegaan, geloof ik, om de telefoon te nemen en daar de alarmcentrale te bellen. En dat heb je keurig gedaan. En ja, dat heeft erin geresulteerd dat gelijk de hulptroepen, politie, ambulance ter plekke kwamen om jullie te helpen. Jullie hebben ook bij het slachtoffer gezeten, jullie hebben de jassen eroverheen gelegd. Ik vond dat zo ontzettend geweldig toen ik dat las, dat ik dacht van ja, hier moet ik gewoon iets mee doen. Maar wat doe je daar dan mee? Hè? Het is heel bijzonder, het komt eigenlijk nooit voor, vooral niet kinderen op jullie leeftijd, zo'n heldhaftige daad plegen. Dus ik heb na zitten denken en nog langer en nog langer, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie. Ja, hier moeten we eigenlijk een hele bijzondere oorkonde van maken. Een oorkonde vanuit de gemeente Bokstel, die eigenlijk nooit aan iemand is uitgereikt. Jullie zijn de allereerste, misschien dat het in de toekomst nog vaker gaat gebeuren. Ik hoop als die situatie zich voordoet dat iedereen op dezelfde manier acteert als jullie. Maar dat is maar de vraag. We hebben een oorkonde gemaakt voor heldhaftig optreden. En die oorkonde wil ik als burgemeester, die is door mij ondertekend en die is door het college goedgekeurd en heel de gemeenteraad staat erachter. Dus wat dat betreft waardeert de hele gemeenschap van Bokstel jullie daad, wil ik vandaag graag aan jullie uitreiken. Allereerst wil ik een enorm applaus voor deze helden. Kijk, en dan is het natuurlijk zo dat je hier bij de scouts enorm goed leert om zelfstandig te worden. Om zelfstandig te zijn, zelfredzaam te zijn. Maar dit overstijgt het zelfredzaam zijn. Dit is het redden van iemand anders. En dat is gewoon enorm belangrijk. En daarom, ik lees even de oorkonde voor. Vanwege jullie heldhaftig optreden als scout in de gemeente Bokstel, reik ik je graag deze oorkonde uit. Je maakt deel uit van een groep scouts die op zaterdag 22 februari 2014 meteen in actie kwam toen zij iemand in de Dommel bij de Achterbergstraat zagen. Mede dankzij hun toedoen is het leven van een drenkeling gered. Dat vind ik geweldig. Ik heb mijn handtekening eronder gezet en ik wil allereerst hem overhandigen aan Stef Brusselers. Geweldig.
Damian van Heijkel. Goed, ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Zo'n oorkonde verdient vaak een mooi plekje in huis, zodat je hem ook iedereen kunt laten zien. Want het is natuurlijk zo, jullie hebben natuurlijk een soort voorbeeldfunctie onderaan. En dat moeten jullie ook uitdragen. Ben er trots op, laat het aan iedereen zien. En zorg ook dat dat wat jullie gedaan hebben verder verteld wordt, zodat andere mensen of kinderen van jullie leeftijd hetzelfde zullen doen op de momenten dat het erop aankomt, zoals jullie dat gedaan hebben. Dat vind ik geweldig. Is er nog iemand die iets tegen jullie wil zeggen? En dat is iemand die op de bewuste dag bij jullie erbij geweest is. En die heeft letterlijk de situatie volgens mij gezien. Die weet er dus meer van dan ik. En dat is de politieagent, de heer De Rauw. Goedemorgen allemaal. Ik ben Marcel De Rauw, werkzaam bij de politieteam hier in Bokstel. En ja, die bewuste dag kregen wij een oproep via de 112 alarmcentrale van de politie, ambulance en brandweer. Dat er een persoon in het water lag hier in Bokstel, in de Dommel. Dus wij gingen daar met spoed naartoe staan met de ambulance. En wat trof ik eraan? Een mevrouw die al uit het water gehaald was. En een hoop mensen van de scouting. En dat waren jullie. En wat ik nog meer zag, hè, dat jullie ook de jas hadden uitgedaan. Want de mevrouw had heel erg koud. Was onderkoeld geraakt. Hè, en dat ze nog een beetje warm kreeg. En een van jullie was ook, ja, wat de burgemeester al aangaf, snel naar huis gegaan. Want ze was echt heel erg koud. Was onderkoeld, heet het dan. En ook was er dus 112 gebeld. En wat ik toen ook hoorde, was dat een van jullie zei van, nou, we zijn blij dat de politie en de ambulance zo snel ter plaatse zijn gekomen. En dat jullie misschien dachten dat in eerste instantie de melding niet serieus werd genomen. En toen zei ik, nou, ik ben heel erg blij dat jullie gebeld hebben. En natuurlijk nemen wij zo'n melding serieus. En ik vind het juist heel erg leuk en heel erg belangrijk om te zien dat ook jongeren ook hulp bieden en ook dan ook bellen voor de hulp. Dus vandaar is de oorkonde dubbel en dik verdiend. En allemaal proficiat ook namens het politieteam Boksel. Dankjewel, mijn naam is Niek van Holstein. Ik ben lid van het landelijk bestuur van Scouting Nederland. En ik ben hier inderdaad ook met een bijzondere reden. Samen met de burgemeester en de politieagent en een hoop pers. En hier jullie hele groepen verzameld. In de krant stond inderdaad 2 weken geleden ook een bijzonder bericht. Dat jullie als scouts, 11 tot 15 jaar, een vrouw uit de Dommel hadden gered van de verdrinkingsdood. En dat is heel bijzonder en moedig om te doen. Meerte Lotte, Michelle, Giel, Damien en Stef. Voor deze moedige daad ga ik jullie vandaag het teken van moed van Scouting Nederland uitreiken. Dit teken van moed wordt uitgereikt aan jeugdleden die moedig optreden ten dienste van anderen. Het is een speciaal teken van waardering waarmee Scouting Nederland uitspreekt trots te zijn op haar jeugdleden. Even kijken. Ja, heel goed. Volgens mij hadden jullie dat niet verwacht, hè? Dat jullie zo geëerd zouden worden voor deze heldendaad. Nee, niet echt. Maar... nou ja, hoe vond je dat? Ik vond het wel leuk, maar het was wel een beetje apart. Want het kwam wel op een heel random moment. Zo. Ja, Michelle, jullie hebben 2 weken geleden een heldendaad verricht. Hoe ging dat precies? Kun je dat nog eens vertellen, die situatie? Nou, we liepen een tocht en ineens begonnen 2 van ons te rennen. En ik rende achterna en toen zag wij een vrouw in het water liggen. En toen hadden we haar geholpen. Ja, Lotte, jij was een van de leden van de club die ineens hard begon te redden. Wat zag je? Ik zag een vrouw die in het water lag. En ik dacht van, ja, waarom ligt die nou in het water? Dus ja, toen waren we er naartoe gerend. Was je niet ontzettend geschrokken? Want je hebt ook heel veel mensen die blijven dan helemaal verstijfd staan. Ja, ik was wel geschrokken. Maar toch er naartoe gerend. En hoe hebben jullie haar kunnen helpen? Nou, eerst hebben we met haar gepraat. En toen hielpen 2 mannen ons. En toen hebben we met hun haar het water uitgetrokken. En jullie hadden zelfs nog, heb ik gehoord, jullie jassen allemaal uitgedaan, Michelle. Ja, dat klopt. Want? Ja, om haar warm te houden. En haar helemaal te bedekken en ondertussen ook nog hulp gehaald, 112 gebeld en uiteindelijk is de vrouw geholpen en uit het water getrokken. Ja, dat allemaal. Ja, Giel, jullie hebben ook nog een oorkonde gekregen en een teken van moed van de scouting. Kun je eens voorlezen wat erop staat, op het teken van moed van de scouting, op het papier?
Ja, dat kan. als gebaar van dank voor het moedig optreden op... Ja, op... 28 februari. En dan van de voorzitter van Scouting Nederland. Trots? Ja. Ja. Ja, ze zijn er nog steeds een beetje van overdonderd volgens mij. Zoveel publiek hier. Kijk, ik denk een beetje aan het hoofd.